Welkom in het nieuwe kunsthuis. We staan hier in een bijzondere ruimte. Je kan hier vast iets over vertellen. Ja, we staan namelijk in de Artist in Residence van het kunsthuis. Dat is de nieuwe locatie van Erna Futselaar. En wij mogen straks met ons festival als eerste hier resideren. Hier mogen jullie resideren. En festival, waar heb jij het over? Vanaf 12 juni is er hier in de stad Young at Art. Het is een festival door jongeren om jongeren in Almelo weer bij de kunst te introduceren. En te laten zien van, hé, we zijn er en waar kunnen we terecht? En om wat voor leeftijd jongeren gaat dat? Vanaf 19 tot en met de 30 zijn we eigenlijk. We zijn samen met een groep van 6 dames. En we hebben hele wisselende beroepen eigenlijk allemaal. We hebben een deel die is beeldend kunstenares. We hebben een deel die is docent. We hebben een ander deel die doen performance art. We hebben een maker. En we hebben zelfs een speciale social media actrice. Dus een heel divers iets. En wanneer wordt dat precies geopend? 12 juni bij het kunsttorentje, 's avonds. En de exacte tijd wordt nog bekend, maar ga uit van 9:00. Heeft dat een beetje met het weer te maken, of het donker of licht genoeg is? Ja, want we willen eigenlijk de schemering erin betrekken, want dan doen lampen het wat beter. Ja, in dat kunsttorentje, wat komt daar dan van jullie? 3 van onze dames gaan een werk maken wat speciaal voor het kunsttorentje is. En dat staat in teken van verbondenheid, want wij komen alle 6 uit Almelo. En we willen weer verbondenheid met de stad, want dat is ons DNA. En we willen weer DNA met de stad creëren. Ja, daarnaast is ook nog de kunsthal erbij betrokken en Hof 88. Kan je daar ook iets over zeggen? Ja, klopt. In de kunsthal gaan ook de 3 dames wat exposeren. En Lola Pani heeft daar de eigen TikTok gallery. Dus dan kun je leren hoe je een TikTok maakt en wat je daarvoor nodig hebt voor de perfecte TikTok. En er komt een community art project van ons allemaal, dus ons alle 6, waar de toeschouwer een deel van uit kan maken. Dus die werkt mee aan het project. En of dat nou online is of fysiek, want vanwege de corona weet je het nu gewoon niet, kan allemaal. En op 27 juni gaat die open. En tegelijkertijd dezelfde dag is er een voorstelling van mij en Tess Kosters in Hof 88. Ja, ik wil nog even weer terugkomen op de kunsthal van Erna Futselaar. Mm-hmm. En ja, ik zie hier een prachtige toiletruimte, een badkamer en ik zie een keuken. Is het de bedoeling dat straks kunstenaars hier misschien even mogen resideren? Ja, helemaal omdat we inderdaad jonge kunstenaars wonen heel vaak niet meer in de stad. En die wonen heel vaak niet in de buurt. Maar dan willen ze hier wel exposeren of een project doen. En op die manier bieden wij ze toch een mogelijkheid aan, zeg maar. We hebben een heel mooi paviljoen binnen en zelfs een werkplaats. Dan kunnen ze hier werken en wonen om eigenlijk meer kunst van buitenaf hier toch de stad in te krijgen. Want we hebben een hele mooie stad en waarom zullen we dat niet gebruiken? Dat is een prachtige combinatie. Ja.